is vandaag 20 september 1986. En we zijn in het Uienlaren bij de Boeders voor de Beek, hoofdweg 516, de Hoofddorp. Ik ben even een reportage voor jullie aan het maken. Jan, zeg eens wat. Ja. Hé? Wat moet je zeggen? Het is toch geen kleuren, Jos, want anders ziet die rode kop en dan wil de kinderen komen niet. Nee, ik ben niet vader, je niet hoor. Wat? Maar hij geweten dat hij eigen schoren vanmorgen. Dat nog niet. Die heb ik nog niet eens gedaan, geen nagaan. Dag. Keurig, Ina. Goed gedaan, joh. Ja, je bent net Marilyn Monroe op film.
weg wat mooi, hè, Jos? Ja, prachtig. Volgende week vrijdag is hij klaar. Oh. En je moet je nog een bloemetje geven? Ja, dat is al gebeurd. Oh. En hoe vonden ze het? Ja, mijn moeder en Mario hebben dat geregeld. Mario Knibbe. En Marianne weet je wel en Bernadette. Ja. Pittig lopen hoor, anders sta je zo'n Blijf even rechtop, hè. Sta je zo oud Abramachtig. Op. Die plek op je pit. Ben je geluid erbij? Nee. Ik zal jou de poet geven. Ze hebben al de bloemen gehad, zei Jos. De werkmensen. Van de weg. Oh, dat weet je. Bij ome Jos. Oh ja. Goedemiddag. Bij ome Jos. Zeg nu maar eens. Nou, als je bekijkt, wat doen we? Maar eens. Met de piloot. Half even een. Ja, duur. Dit is een schild. Dus, en hoe is het niet mobiel, hè? Geworden? Ja, hier ben ik. Hey, goed zo. Goed, hè? Ja. Maar wordt er hier gefilmd? Of wordt er alleen even nagekeken? Ja, het is wel echt ernstig. Ja. Thank you.
masker eens even in je gezicht op. Het is onze toekomstige boel. Nee, nee. Het is de.